Dit is de top 3 meest opvallende seriemoordenaars, kannibalen. Kannibalisme betekent het eten van je eigen soort. Dus een hond die een hond eet of een mens die een mens eet. Eerder gebeurde dit nog wel eens uit armoede of als een ritueel. Maar tegenwoordig is het echt taboe. Daar trokken deze seriemoordenaars zich niks van aan. Op nummer 3. De Canadese varkensboer Robert Willie Picton. Hij gaf samen met zijn broer wilde feesten bij hun op de varkensboerderij, waar ook regelmatig sekswerkers werden uitgenodigd. Maar van hun is nooit meer iets vernomen. En het vlees op de barbecue op die feestjes, het was geen varkensvlees. Hij werd veroordeeld voor 49 moorden. Op nummer 2, het Italiaanse moedertje Leonarda Cianciulli. Toen haar zoon tijdens de Tweede Wereldoorlog moest vechten, was ze ervan overtuigd dat als zij moorden zou plegen, dat ze het leven van haar zoon zou redden. En van het vet van haar slachtoffers maakte ze zeepjes. En zij vond, hoe dikker de persoon was, hoe zachter de zeepjes. En van het bloed van haar slachtoffers maakte ze koekjes. En daar heeft ze heerlijk van genoten, zegt ze. En haar familie en haar buren. En dan, op nummer 1, natuurlijk Jeffrey. Natuurlijk niet, veel te voorspelbaar. Op nummer 1 staat de Russische Sofia Sukova. Zij pleegde 3 moorden en van de laatste 2 slachtoffers maakte ze heerlijke maaltijden voor haar buren. En die vonden het nogal vreemd, want normaal maakte ze alleen maar ruzie en nu ging ze opeens voor hun koken. Toen ze werd opgepakt, vond de politie keurig verpakte stukjes vlees in haar koelkast. Oh ja, en nog iets. Toen ze werd opgepakt voor haar laatste moord, was ze al 80. Dit was de top 3 meest opvallende seriemoordenaars kannibalen. Tot de volgende!